9 jaar op moeten wachten door geblunder tijdens de bouw. Maar vandaag is het dan toch zover. De nieuwe luchthaven van Berlijn is geopend. Het dorpje Selgov wordt dubbel getroffen door geluidsoverlast, want het ligt tussen het nieuwe en oude vliegveld in. Blijdschap dus op het vliegveld, maar je zult maar vlak bij de startbaan wonen. Applaus, het is zover. In deze seconde de eerste touchdown op de nieuwe BER. En dat hebben ze in Selgov ook gehoord. Het dorp ligt vlak naast het vliegveld. Ja, midden in de herrie. Ik vind het niet luid, maar dat is zeker ook een persoonlijke instelling. Ik ben met vliegtuigen groot geworden en kenne dat geluid. Maar als ik jetzt hier een rede halten sollte en dat is im Hintergrund, dan müsste ik zeer schreien. Goed, de bewoners van Selgov zijn wel wat gewend. Vlakbij ligt het oude vliegveld Schöneveld, ooit gebouwd in DDR-tijden. Ze zijn met lawaai van vliegtuigen opgegroeid, dus ach. Ik ben 59 jaar hier in Zeche. Ik leef mijn hele leven met vluglärm. En dat was damals de oostzeiten, waar die Russen hier Russische machines naar horen, daar waren ze laut geweest. Desondanks is 20% van de inwoners vertrokken. Maar Lutz Riebeke, die verkast niet meer. Je älter man wordt, je complicierter wordt het, ja. Man had dan niet meer den Schneid nog maar richtig nieuw aan te vangen. Om hem heen kwijnt zijn dorp weg. Waar zijn het kasteel, al die boerderijen en het station gebleven? Einfache antwoord. Abgerissen. Komplett weggerissen. Ook de buurtjes blijven zitten waar ze zitten. Alle huizen zijn toch geen cent meer waard, want wie wil er in Selgov nog wonen? Maar nu je het zegt, dankzij corona hebben ze nog nooit zo rustig geslapen. Ja, heerlijk. Ja, bis jetzt is ja nog eenigermaßen alles zu ertragen. Dat komt ja eerst maar niet. Also Ruhe vor dem Sturm. Zo kan man het zeggen. Nou, vooruit, daar is hij dan, met een vertraging van 9 jaar, de nieuwe luchthaven van Berlijn. Aanvankelijk alweer te klein gebouwd, maar in tijden van corona is het te groot. In afwachting van betere tijden is een deel van de luchthaven gesloten. Het is een tijdelijke meevaller voor omwonenden. Jeroen Akkermans voor RTL Nieuws in Berlijn.